John, van harte welkom bij de Werkverbeteraars. Dankjewel, superleuk om hier te zijn. Ja, je kent het idee van de podcast, hè? We nodigen mensen uit die werkverbeteraar zijn. Op een bepaalde manier het werk verbeteren. Vind jij jezelf een werkverbeteraar? Jeetje. Ja, ik val even met de deur uit. Ja, mooie vraag. Ik denk het wel, ja. Eigenlijk wel, zeker wel. Ja. Oké, dan gaan we dan bewaren even, of malen er even over. En dan kom ik helemaal aan het eind van het gesprek daar even op terug. Alright. Ik ga nu de timer aanzetten. 30 minuten hebben we. Jij hebt van tevoren tegen mij gezegd dat ik echt streng moet zijn op die 30 minuten. Ja, vind ik wel leuk. Ja. Ik heb dus echt een streng alarm ook aangezet. Hè? Dus als de 30 minuten afgelopen zijn. Dan, geef je me wel een heads up dat we er bijna zijn? Je kan een beetje zo spieken. Oké, dan doe ik dat. Ja, dus. Jij kan dat zien, de luisteraar niet. Hey, je hebt een rijk werkverleden als ik jouw LinkedIn open. Ja. Mooie bedrijven gewerkt. Wat een beetje in het oog springt is toch dan Microsoft en Visma. Ja. Kun je mij eens even een korte recap geven van even heel kort wie jij bent? Wie zit er tegenover me en hoe ben je bij nu dan TSH terechtgekomen? Het M&A-wereldje. Ja. John, kom uit een ondernemersgezin. In mijn studie verliefd geworden op technologie. En die twee dingen probeer ik bij elkaar te brengen in alles wat ik heb mogen doen. Dus inderdaad 15 jaar bij Microsoft gezeten, waarvan de laatste 3 jaar was ik verantwoordelijk voor West-Europa, voor een van de business van Microsoft. Super tijd gehad, prachtig bedrijf. Toen benaderd door de Vikingen uit het noorden, door Visma. Die hadden de ambitie om vanuit Scandinavië de rest van Europa te gaan veroveren. En daar ben ik in de aanraking gekomen met de wonderenwereld van M&A. En in 4 jaar tijd eigenlijk de Benelux Visma van een niet bekend bedrijf naar de marktleider uit de grond gestampt. Ja. Superleuk avontuur. En sinds september begonnen bij TSH voor een even zo avontuurlijk, wellicht nog avontuurlijker next chapter. Ja, ja. Mooi. Hey, je mag zo meteen natuurlijk ook nog even vertellen wat TSH precies doet en wat jouw visie is. Want het enthousiasme spat er vanaf. daar sta je onbekend, hè? Ja. Ik wil je eerst even 4 stellingen voorleggen. Of keuzes. Spannend. Het spreekt voor zich. Ja, die heb jij niet gezien. Nee. Dus ik ga je er een beetje mee verrassen. het is wel de bedoeling dat je natuurlijk echt kiest. Duidelijk bent. Ja. En dan mag je dan straks nog even op terugkomen. De eerste, je moet kiezen. Okay. Organische groei of overnemen? Organische groei. Interessant. Ga ik eventjes natuurlijk met je meeschrijven. Stelling, fusies en overnames zijn goed voor de markt. Eens. Ik dacht dat was een inkoppertje voor jou, maar fusies en overnames zijn goed voor de medewerkers. Eens. Oké. Dan nog even een voorspelling die ik van je wil horen. In 2024 gaan er meer of minder overnames plaatsvinden in de brede markt? Minder. Minder? Oké. Nou, daar gaan we het straks even over hebben. Eerst even de cijfertjes. Dat klinkt natuurlijk altijd heel interessant, hè? Ik ben eventjes in deze wonderenwereld gedoken, want daar gaan we het over hebben. De fusies, overnames, et cetera. Ja. Ik kende die wereld niet zo heel erg goed. Maar als ik dan een beetje een lijn zie in de cijfers vanuit CBS bijvoorbeeld, dan is het een enorme stijgende lijn zichtbaar in de hoeveelheid overnames in de markt breed. Ja. Kun je dat verklaren? Hoe komt dat? Ja, we komen uit een periode waar geld eigenlijk gratis was. Rentes waren laag, soms zelfs negatief. En er was dus gewoon ontzettend veel goedkoop kapitaal beschikbaar. Daarnaast was er een trigger vanuit de aandelenmarkt dat het eigenlijk alleen maar om groei ging. En dat heeft gewoon heel veel beweging in deze wereld gebracht om groei van bedrijven middels acquisities in een versnelling te brengen. We zitten nu wel op zo'n kantelpunt. Een beetje terug naar je laatste stelling van voorspelling 24 wat minder. Rentes zijn gestegen zoals we allemaal weten. Geld is dus gewoon duurder geworden. Er is nog steeds veel kapitaal beschikbaar. Maar ik zie dat private equity bedrijven en anderen wel moeite hebben om te herfinancieren. Rentedruk wordt hoger. Dus ik denk niet dat alle partijen op hetzelfde niveau verder gaan. Ik hou er wel van als de rest op de rem drukt om juist het gaspedaal in te drukken. Maar dat is een beetje mijn verwachting in de markt. Oké. Alright, helder. Hoe zie je dat? Want TSH is actief binnen IT, tech. Ja. Is daar nog een verschil met de rest van de markt dat jij ziet? Um,
Ik denk dat er wel verschillen zijn, ja. Door verschillende factoren ingegeven. Als je nu kijkt bijvoorbeeld wat er politiek gaande is, zijn er best wel wat discussies gaande in Den Haag over wat is de impact van overnames die plaatsvinden, met name in de zorgsector. Dus daar verwacht ik dat er best wel wat tegenwind door de politiek komt op partijen die daar een overnamestrategie hebben. En dan heb je het specifiek over dieren, artsen, huisartsen, tandartsenpraktijken, waar ook echt een private equity beweging achter zit. Dat is een beweging die best spannend gevonden wordt. De beweging waar het meer over innovatietechnologie zit, die is daar toch wat minder door geraakt, denk ik. Daar is ook minder discussie over inderdaad. Ja, daar is minder discussie over. En de snelheid waarmee daar nieuwe toetreders in de markt komen is zo groot in die innovatieve wereld, dat er eigenlijk maar weinig risico is dat die markt zich helemaal consolideert tot een paar spelers in de business waar wij in zitten. Als je nou in software zit of in managed service providers, die inflow van nieuwe partijen blijft gewoon ontstaan, gedreven door technologische ontwikkelingen. Ja. Ja. En dan nog even, toch nog even teruggrijpend op jouw verleden tot aan nu. Ja. Jij was niet altijd bezig met dit spelletje, toch? Of wel? Nee, helemaal niet. Nee, dat is bij Visma begonnen. Ik ben echt begonnen als nerd, als geek. Ik hou van technologie, ik vind het prachtig. Dus mijn eerste jobs waren gewoon hardcore system engineer. Superleuk. En in die tijd meer richting leidinggevend gegroeid. En daar mijn passie ontdekt om juist organisaties beter te maken. En toen die passie ontdekte en met Visma in aanraking kwam, werd dat eigenlijk mijn werk. Bedrijven overnemen en die helpen met je ervaring, met je kennis, met je energie om een mooier bedrijf te worden. Ja. Dus dat koppelt ook een beetje aan jouw punt. Ik zei, ja, overnames zijn goed voor de medewerkers. Ja. Dat hangt wel af van de wijze waarop overnames plaatsvinden. Want daar heb je verschillende smaken in. Ja, nou, het is alsof jij hebt meegeschreven, maar dat was mijn volgende vraag. Oké. Okay. Want we hebben elkaar heel kort even gesproken voor deze podcast. Toen nam je mij al gaf je al een klein beetje achter de schermen van wat voor soort verschillende overnames heb je dan. Ja. Neem eens mee. Wat zijn die smaken? Ja, als ik het heel simpel maak voor de mensen die zitten te luisteren, zie ik drie smaken qua overnames. De eerste is wat in de markt vaak kralenrijgen wordt genoemd. Dus dat is gewoon zo hoog mogelijk tempo, zoveel mogelijk bedrijven kopen. Misschien nog een ander merk op de gevel plakken, maar verder niks met het bedrijf doen. De partijen die daarachter zitten hebben gewoon de bedoeling om een groot familiecollectie van bedrijven te bouwen. En dat dan voor een hogere prijs als geheel te kunnen doorverkopen. Daar wordt weinig waarde in gecreëerd. Nog voor medewerkers, nog voor klanten. Betekent dat ook dat er dan voor medewerkers en klanten eigenlijk ook niet zoveel verandert? Niet zoveel verandert. Anders dan dat soort partijen typisch wel heel veel druk op de performance van bedrijven leggen. Okay. Dus kunnen we de druk gaat wel omhoog. Dus de druk gaat wel omhoog. Die investering moet terugverdiend worden. Ja, precies. Dat is kralenrijgen. De tweede categorie is waar een filosofie achter zit dat integratie goed zou zijn. Dan kom je thema's als schaalvoordeel en zo tegen, synergieën, waar gewoon een geloof in zit. Als we de bedrijven die we kopen bij elkaar stoppen, ik zeg altijd gewoon bij elkaar prakken, dan geloof je dat ze gezondere, efficiëntere bedrijven krijgen. Nou, op een spreadsheet ziet dat er allemaal prachtig uit, is mijn belief. Want je kan dubbele functies schrappen, je kan IT-kosten schrappen. Dus je kan heel veel kosten in je spreadsheet schrappen. Maar er wordt zoveel waarde vernietigd. Medewerkers lopen weg, want die hebben niet gekozen daarvoor. Die hebben gekozen voor dat ene bedrijf. Ja. En niet om ergens anders bijgeprakt te worden. Klanten lopen weg, want die hebben er ook niet voor gekozen. En het gevolg van zo'n integratieproject is dat er heel veel tijd intern besteed wordt. En heel weinig geïnnoveerd en over de klanten nagedacht wordt. Dus dat is een waar potentieel waardecreatie zit, maar ook heel veel waarde vernietigd wordt in zo'n integratie. Dus dat is smaak 2.
En smaak 3, en daar ben ik, zoals je wellicht voelt aankomen, de fan van, is een model waarin bedrijven die besluiten om zich aan te sluiten bij een groter geheel, veel autonomie behouden, waarbij medewerkers zich blijven herkennen in het bedrijf, klanten zich blijven herkennen in het bedrijf, en de koper echt capabilities heeft om waarde toe te voegen. Nieuwe innovaties toe te voegen, die te versnellen. Klantervaringen te verbeteren. Medewerkerservaring te verbeteren. Dus meer dat strategische partnership. En ook doordat je samen in zo'n familie van bedrijven zit, veel meer van elkaar kan leren. En dat is de overnamestrategie waar ik zelf veel ervaring mee heb en enorm, een enorme fan van ben. Dat is gelijk te horen. Ik mag mezelf denk ik geen journalist noemen, maar ik mag wel kritisch zijn. Ja, zeker. Ja. Als ik de persberichten van TSA erop nalees, dan zie ik toch het woord integratie wel hier en daar terugkomen. Dus die tweede smaak die je beschreef. Wanneer maak je dan, is dat dan hetzelfde soort als wat jij net beschreef, of doe je dan toch iets anders als je het hebt over integreren? Als je kijkt naar integreren, dan kan je dat op een aantal niveaus bekijken. Integreren kan je zeggen op bedrijfsniveau. Dus we gaan gewoon bedrijven bij elkaar voegen. Integreren kan je op technologisch niveau bekijken. Kan je technologische koppelingen tussen oplossingen brengen. En integreren kan je doen op het niveau van kennis uitwisseling. De primaire energie binnen TSH zit op die derde dimensie. Dus wij creëren op alle disciplines van een bedrijf, of dat het gaat op technologie, HR, commercie, creëren we communities. En die communities integreren we met elkaar. Dus mensen leren elkaar kennen op fysieke meetings, kunnen online bij elkaar komen om zo van elkaar te leren. En best practices uit te delen. Die best practices die proberen we te zien en te packagen, bij elkaar te brengen. Een mooi pakketje. En als er een nieuw bedrijf bij komt, die zegt van hier struggelen we mee. Zeggen, hey, daar hebben we een mooie best practice van. Hier uitgewerkt, die personen zitten in de community, die kun je daarbij helpen. Ja. We zien voorbeelden ook op van bedrijfsintegratie. Maar dat zijn meer uitzonderingen bij ons. En dat doen we alleen als beide bedrijven er voor kiezen. Dus dat is niet iets wat TSH oplegt, van hey, jullie twee moeten samen. Maar als de twee eigenaren, directeuren van het bedrijf zeggen, hey, wij zijn sterker samen en wij willen samen, dan mag dat. Ja, wie ben ik om dan te zeggen, als jullie erin geloven, dat het resultaat beter kan zijn op die manier voor klanten, medewerkers en wat er binnenkomt. Nou, go ahead. Ja, het is niet dat je een mailtje krijgt van John van het moet. Het wordt niet doorgedrukt. Nee, zeker niet. Duidelijk. Hey, kun je eens even in twee zinnen beschrijven? Wat voor soort bedrijven zoek je nou vanuit TSH om zich aan te sluiten bij die familie, zoals jij het zo mooi beschrijft? Ja, wij zitten in de markt van IT outsourcing. En wij leveren eigenlijk een hele moderne werkplek, cloud gebaseerd. Die voor organisaties die zelf niet de IT-skills hebben, kan zorgen voor een productieve en veilige werkomgeving in een notendop. En wij zoeken dus, dat heet heel mooi MSP's, Managed Service Providers. Wij zoeken dus moderne MSP's die met hun bedrijf op een bepaald plafond zitten, zeggen, hey, wij willen verder met ons bedrijf. Wij zijn nog niet klaar. Wij geloven dat we verder kunnen. Maar standalone wordt dat heel moeilijk. Dus eigenaar die zeggen, prachtig bedrijf neergezet, ik wil door. Meer impact op klanten, meer groeimogelijkheden voor medewerkers. En ja, dat wil ik samen met een andere partij doen. Nou, die zijn meer dan welkom. Ja, en dan klik je bijvoorbeeld eens 3-4 van die logo's aan op tsh.eu. Ja. En dan voldoen ze allemaal aan dat profiel. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er dan wat concurrentie kan zijn, dat het kan blijven. Hoe werkt dat? Als je dan onderdeel uitmaakt van hetzelfde geheel? Ja, er is concurrentie en nee, er is concurrentie. Laat ik met de nee beginnen. We hebben
best wel veel bedrijven die een heel specifiek klantsegment bedienen. En dat kan heel specifiek in omvang van de klant zijn. Dus echt de wat kleinere 10 tot 40, 50 medewerkersachtige bedrijven. Of juist wat grotere organisaties, dus daarin differentiëren. En we hebben bedrijven die zich echt specialiseren in een specifieke industrie. Dus die zijn heel goed in woningcorporaties, in advocaten, in, nou, ik noem maar wat. Dus vanuit dat perspectief helder op je klantprofiel focussen, zorgt wel dat er veel minder concurrentie is. Dat gezegd hebbende, er zijn absoluut bedrijven die in dezelfde klantenpool zitten te vissen. En dat vind ik alleen maar mooi. En dat is ook geen probleem. Uiteindelijk beslist de klant en is voor mij het principe van keuzevrijheid een heel belangrijk goed. En ik heb eerlijk gezegd liever dat een klant die zich oriënteert om zijn IT te outsourcen en naar een shortlist van 3 spelers gaat, dat er 2 TSH-bedrijven op staan, één andere, dan dat er maar 1 op staat. Dan ben jij blij natuurlijk. Dan ben ik blij als hij dan 1 van die 2 kiest natuurlijk. Ja, dus inderdaad. Ja. Dus concurrentie is iets moois. Het zorgt voor innovatie, het zorgt voor scherpte. Dus ik ben daar een groot fan van. Ja. Mooi. Hey, waar ik groot fan van ben, als marketeers, ook een groot merk bouwen. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dan, om nog even terug te komen op de integratie, dat voor mij zou de verleiding in eerste instantie zijn als leek op dit gebied. Dat ik denk van, gooi alles maar onder hetzelfde labeltje. Is dat ook een afweging? Is een super interessant thema waar ik ook in mijn tijd bij Visma enorm mee gespeeld, geëxperimenteerd heb. Toen ik daar begon, was Visma een niet bestaand merk in de Nederlandse markt. Daar is significant geïnvesteerd in het Visma-merk. Via het sponsorship, wat ook met Team Jumbo-Visma, het schaatsploeg en de wielerploeg is gedaan. Ook om die naamsbekendheid van Visma in de Europese markt te vergroten. Ook daar was keuzevrijheid voor de bedrijven en autonomie een groot goed. Daar waren verschillende smaken. Je kon je eigen bedrijfnaam houden, je kon de Visma voorplakken of je kon helemaal de Visma branding hanteren. Er zijn voor- en nadelen aan. Dus ik moet eerlijk zeggen, dit is een van de gebieden waar ik nog aan het verkennen ben. Wat is voor TSH het beste? Mijn huidige denklijn is dat we hebben zulke mooie bedrijven binnen TSH. Waar klanten van het merk houden, laten we dat maar in stand houden. Waar ik het fijn en belangrijk vind dat het TSH-merk bekend wordt in de markt, is voor 2 doelgroepen. De ene zijn ondernemers die aan het nadenken zijn van, wat is de volgende stap voor mijn bedrijf? Daar wil ik gewoon 100% naamsbekendheid op hebben. Ja. Maar dat is een vrij overzichtelijke doelgroep, om terug naar marketingtermen te gaan. Mm-hmm. De tweede is meer vanuit een werkgevers, een arbeidsmarktcommunicatie. Mijn droom is dat mensen die in onze wereld werken, of je het nou technisch mensen is, HR mensen, commerciële mensen, weten van, die TSH-groep, daar zitten heel veel gave bedrijven in, daar kan ik gaan werken. Maar het is een soort familie waar ik me in kan doorontwikkelen. Dus wij proberen ook de wrijving die er zou kunnen zijn om van bedrijf A naar bedrijf B te gaan, binnen de TSH-groep gewoon weg te laten. Ja. Dus ondernemers en werknemers zijn voor mij belangrijke doelgroepen vanuit een branding. Klanten is mijn huidige denken minder. Daar wil ik gewoon de merken zoals die er staan in hun kracht zetten en houden. En van daaruit die merken dan weer uitbouwen in plaats van 1 overkoepeling. Ja, al vind ik het wel iets, wij streven er om echt de premium IT-outsourcer te zijn in de markt. Dus er speelt ook nog iets bij. Ergens wel dat TSH-logo erbij hebben als een soort kwaliteitskeurmerk. Als klanten weten, ik wil met mijn IT ergens naartoe. Ik zie hier een bedrijf, dat is onderdeel van de TSH-familie. Dan zit het goed in die keuze. Ja. Dus dat is nog de afweging. Dus als je suggesties hebt, ik hou me aan. Misschien na deze podcast. Ja, het klinkt allemaal fantastisch. Wat jij beschrijft. Je bent enthousiast, hebt over familie. Ja. Nu is het natuurlijk niet alleen maar feest voor alles en iedereen. Om het even een beetje tastbaar te maken, wil ik graag even de
overname van Activision Blizzard door Microsoft erbij pakken. Ja, je hoeft het DNR maar aan te zetten of het ging daarover de afgelopen maanden. Die is er uiteindelijk doorheen gekomen. Ja. Er waren wat zorgen van, nou eigenlijk met name marktautoriteiten. Nog niet eens van de grote concurrent Sony. Ja. Hoewel die dit ongetwijfeld niet leuk had gevonden. Ja. Of niet leuk vindt dat het doorgaat. Ja. Geen kleine deal, 69 miljard. Geen kleine deal. waar denk je dat de zorgen van die marktautoriteiten zaten? Daar ben ik dan even benieuwd naar. Als je kijkt naar de gaming-industrie, dan zie je dat die gedomineerd wordt door een beperkt aantal spelers. Je hebt eigenlijk drie grote platformen. Microsoft, Sony, Nintendo of PlayStation. Drie grote platformen. Als je dan een van de meest gespeelde, grootste game franchises gekocht wordt door een van die drie platformen, dan ontstaat daar natuurlijk de zorg, wat gaat er gebeuren? En daar kwam ook destijds die klacht van Sony vandaan. Die waren bang dat ze de number one game alleen maar op de Xbox beschikbaar zouden stellen. Dus ik was eigenlijk wel positief als je kijkt naar de uiteindelijke toezeggingen die Microsoft gedaan heeft, die nodig waren om die autoriteiten daadwerkelijk de akkoord te geven. Ze hebben nu voor meerdere jaren toegezegd dat het multiplatform blijft. Dus dat mechanisme, dat werkt voor zulke grote transformationele deals in bepaalde ecosystemen best wel goed. Als je nu kijkt, het heeft wel verschrikkelijk lang geduurd. Ja. Dat is denk ik vanuit een Microsoft perspectief en vanuit een Activision Blizzard perspectief super naar. Want je ziet de bal op de stip liggen. En gaat het nou wel, gaat het nou niet gebeuren? Dat is gewoon heel vervelend om zo lang in die onzekerheid te zitten. Maar ik denk dat de uitkomst iets wat voor de hele markt eigenlijk heel positief is. Wat maakt het dan positief? Want uiteindelijk verandert het dan, voor mij als consument verandert het niet zoveel voorlopig. Wat maakt dan deze overname zo positief? Nou, ik verwacht eerlijk gezegd, ik heb 15 jaar bij de club gezeten, dat Microsoft met de kennis die ze hebben en het onderliggende platform, wat ze met alles met artificial intelligence in huis hebben, dat zij van Activision Blizzard een nog mooiere, innovatievere gaming franchise kan gaan maken. Dus ik verwacht dat wat wij over een paar jaar gaan zien, wat je dan misschien helemaal niet meer terugrelateert aan deze overname, dat we ervaring in die games gezien denken van wow, next level. Dus ik verwacht innovatiesnelheid omhoog. Oké. Ja. Dus als jij over 5 jaar Call of Duty opstart, dan denk je, wat is hier gebeurd? Ja, dan begin ik echt zelf te duiken, dan niet meer van echt te onderscheiden. Ja, mooi. Ja. Hey, Activision Blizzard gaat bij Microsoft. Ja. Verandert een hoop misschien wel voor al die medewerkers. We hadden de stelling, het is goed voor de markt en voor de medewerkers. Ja. Wat maakt het nou zo goed voor een medewerker dat een bedrijf wordt overgenomen? We hebben het vaak in IT over dat kleine veranderingen al best wel veel draagvlak nodig hebben. Ja. Key players meenemen in changes. Dit is een gigantische verandering voor medewerkers. Ja. Wat maakt het goed en hoe neem je ze mee? Ja, ik denk dat het weer terugkomt naar wat is je filosofie en wat is je horizon als investeerder. Dus ben je een kralenreiger, prak je het bij elkaar of zit je er strategisch in om het bedrijf beter te maken? En ook wat is je horizon? Dus wordt een bedrijf gekocht met de intentie om het binnen 3 jaar voor een hogere waarde weer verkopen? Of heb je als investeerder een oneindig lange horizon om voor eeuwig eigenaar te blijven? Ik denk de combinatie, de plekken waar een overname gedaan wordt met als intentie om voor eeuwig eigenaar te blijven en die strategische partners er zijn, daar heb je alleen maar te winnen als medewerker. Je wordt onderdeel van een groter geheel, dus nieuwe ontwikkelmogelijkheden. Veelal heb je behoud van autonomie, dus je blijft wel onderdeel van die club waar je oorspronkelijk voor gekozen hebt. Maar met nieuwe kansen. Dat is in ieder geval hoe wij het zien. Microsoft heeft, als je kijkt naar hun overnamestrategie,
past beide smaken toe. Die diepe integratie en die autonoom. Ze hebben één eerdere hele grote overname gedaan. Die van LinkedIn. Ja. Dat was voor hun destijds volgens mij ook een van de grootste overnames. Ja. Daar hebben ze toen destijds super bewust voor gekozen. Om dat een zelfstandig bedrijf te houden. Want zij zagen als we dat gaan integreren in het geweld van Microsoft. Dan gaat de DNA, filosofie, cultuur naar de knoppen. En je ziet ja, hoe succesvol die ontwikkeling van dat platform is geweest. Ze hebben ook overnames gedaan die meer op technologie gefocust zijn. Die ze roekzichtloos en keihard integreren. Maar ja, daar zie je de innovatie in het platform door versnellen. Moeilijker te duiden wat dat voor medewerkers betekent of niet. Daar heb ik zelf niet dicht genoeg bij gezeten. En dan de andere kant op, want LinkedIn is LinkedIn. Ik relateer het eigenlijk bijna nooit aan Microsoft als ik het opstart. Ja. Misschien dat de medewerkers van LinkedIn ook wel gewoon voor LinkedIn zijn blijven werken, maar het hoort bij Microsoft. Wat is dan precies de winst van Microsoft naast al die advertentieinkomsten natuurlijk, die ze dan op lange termijn ook weer binnenkrijgen? Ja, Microsoft is een platformbedrijf en dit is een enorme grote user base, dus de professionals, die ook in hun modern workplace een hele belangrijke zijn. En je ziet dat de technologieën, dus terug op niveaus van integratie, op organisatieniveau is er niet geïntegreerd. Het zijn twee zelfstandig opererende organisaties. Maar op technologie is heel veel geïntegreerd. Als je kijkt hoe LinkedIn pre-acquisition in Office was geïntegreerd, dat was niet. En nu zitten daar veel meer integraties in. Dus de meerwaarde voor klanten door die technologische integratie is evident. Okay. Ja. Dan nog even terug naar de allereerste stelling, waarvan ik dacht dat je het moeilijk mee zou hebben, maar je had hem vrij snel beantwoord. Organische groei of overnames doen. Ja. Ja, toen zei je resoluut organische groei. Terwijl natuurlijk het wereldje waar je in zit is overnames doen. Nee, het wereldje waar ik in zit is een wereldje van bedrijven duurzaam beter maken. En als je alleen maar overnames doet en dus als je alleen maar kralen rijgt en niks aan de gezondheid, de kwaliteit van het bedrijf doet, dan bouw je geen duurzame familie. Nee. Dus vandaar dat ik koos voor organische groei. M&A alleen is niet voldoende. En organische groei alleen kan ook al een heel mooi bedrijf zijn. Dus daar begint het mee. En met het spelletje van M&A wat wij spelen, ontstaat er wel het allermooiste vliegwiel. Ik mocht niet en zeggen. Nee, klopt. Dus ik had het liefste en gekozen, maar punt. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Maar het is natuurlijk een beetje kip en ei verhaal. Want je begint met een overname, vervolgens ga je voor de organische groei. Ja, klopt. Ja, oké. Okay. Nee, dan snap ik hem. Twee dingen nog, voordat we gaan afsluiten. Ja. Wat zijn de typische vragen die want misschien zitten wel mensen te luisteren die meer in zo'n traject zitten, of die denken van, misschien zit ik wel typisch in zo'n markt waar een keertje een overname plaats gaat vinden. Ja. Wat zijn typische vragen die je krijgt? Nou ja, als er mensen in de podcast zitten die overwegen om hun eens te oriënteren, zou ik mijn bedrijf kunnen of moeten verkopen? Voor veel eigenaren is het een once in a lifetime. Dus mijn advies is, laat je echt goed begeleiden. Dat doe je één keer in je leven, hangt heel vanaf. Heb je decennia voor geploegd om je bedrijf te brengen tot waar het is? Laat je gewoon echt goed adviseren. Dat zou mijn eerste advies zijn. En het tweede advies voor mensen die het overwegen is, denk van tevoren heel goed na wat jij nou belangrijk vindt voor je bedrijf. Er zijn eigenaren die zeggen, ik kan een heel mooi verhaal ophangen, maar het gaat voor mij om een exit. Het rendement op decennia lang ploeteren eruit krijgen en nu klaar te zijn. Ik wil eruit. Dat is een ander uitgangspunt. Als je zegt, ik heb een bedrijf gebouwd. Ik wil dat naar het volgende niveau brengen. Want alleen als je helderheid hebt op waarom doe je het en wat wil je ermee te bereiken, dan kan je ook een hele bewuste keuze maken voor de partij waar je mee zit. Ga je alleen voor de hoogste prijs of ga je ook voor dat partnership? Dus wees heel bewust, waarom doe je het en wat wil je ermee bereiken? Ja, nou vind ik dat hele mooie adviezen. Ja. Zou ik eigenlijk de drie punten vraag willen overslaan. Wil ik nog even terugkomen op de allereerste vraag die ik aan je stelde. Vind jij jezelf een werkverbeteraar? En toen zei je,
ja? Ja. Of je twijfelt een beetje? Om meerdere redenen. Ja. Dus ik moest even nadenken, maar uiteindelijk een overtuigend ja. Ik ben een werkverbeteraar omdat één, onze business die wij hebben, is werk verbeteren. Wij leveren ontzorging op IT, waardoor mensen productiever en veiliger worden. Dat is al een werkverbeteraar. Mm-hmm. Het tweede is mijn rol, en dat is een van de leukste die er is om bedrijven helpen om een mooiere versie van zichzelf te worden. Dus dat zie ik ook als werkverbeteraar. En het derde is, wij zitten in de wereld van technologie. En ik geloof, en dan komt een beetje de geek in me naar boven, dat technologie op het punt staat, met de komst van artificial intelligence, om die decennia lang geopperde belofte van echt die productivity boost te geven, dat nu gaat gebeuren. Dat was hiervoor nog niet? Nee, als je kijkt naar de arbeidsproductiviteitstoename in Nederland alleen al. Die groei in arbeidsproductiviteit die is over de laatste decennia alleen maar vertraagd. En we zitten bijna op een soort flatliner nu. En dat is een groot probleem als je kijkt naar de arbeidscapaciteit die we hebben met mm-hmm. de vergrijzing. Ja. Dus we moeten die step up gaan maken. Ja. En ik geloof, en daar ga ik me heel hard voor maken, dat we dat voor ons hebben liggen nu, om die in te koppen. We hebben nog 30 seconden. Eén concreet voorbeeld. Waar zie je dat al in terug? Als je dan de propositie die wij nu brengen, innovatie die Microsoft daarin in brengt, met Copilot binnen Office 365, waar je eigenlijk gewoon je virtuele assistent naast je in je laptop hebt zitten, die met je meedoet, die teksten voor jou schrijft, voorstellen voor antwoorden op mails maakt, offertes kan voorstellen. Super wat eraan zit te komen. Nou, netjes. Keurig binnen de tijd. Waar kunnen we meer over jou in het verhaal vinden? Als afsluiter. tsh.eu, LinkedIn, overal. Helemaal goed. Top. Nou ja, we moeten streng zijn. Dit was hem. Dankjewel dat ik even een inkijkje mocht krijgen in de wereld van organische groei, zal ik maar zeggen. Want daar kwamen we op uit. Heel mooi. Het was een superleuk gesprek. Dankjewel. Dankjewel.